hou vast. En je telefoon, staat je telefoon op stil? Ja, ja, aan mij altijd aan. Oké, okay. Goedemiddag. Ja. Hallo. Fairport Convention, The Animals en de 60s Revolution. Wat, ja. Wat hebben die drie gemeen? Heel veel. Ja, ja hoor, maar ik zit een ander verkoopje in dit. Ik ga even handen wachten. We kunnen alvast beginnen met jou. Hè? Jij hebt je drumstok al bij. Ik heb hem net even uitgezocht, speciaal voor 28 oktober. Want dan spelen wij zondagmiddag om vanaf 4 uur in Spot, Middelburg. En je vroeg net wat het inhield. Nou, Animals natuurlijk uit de jaren 60, Fairport Convention uit de jaren 60. En wij sluiten die drie dagen eigenlijk af met ons eigen 60s feest in de Spot. En we hebben hoge verwachtingen van. Voor onszelf en ook voor het publiek wat komt kijken. Dus, maar als je nou zegt de Animals, hè, dan denk ik natuurlijk als semi-leek aan House of the Rising Sun en dat soort dingen. Maar hoeveel leven er nog van die band, joh? Volgens mij, als ik het heel goed en eerlijk met mijn hand op mijn hart ga vertellen, is volgens mij de drummer en de gitarist of zo er nog van. En Mark Blom, die is nu mee op tour. Die begeleidt die jongens. Die is de tourmanager daarvan. En ze doen geloof ik 6 of 7 optredens geloof ik in Nederland. En waaronder ook een van de laatste is dan de 26e vrijdag in de Spot. En het is natuurlijk wel speciaal dat je een paar dagen daarna dan ook nog een nummer speelt van Animals op hetzelfde podium. Misschien maar als je dan de Animals hoort, hoor je dan wel het geluid van toen of is het eigenlijk een beetje anders wel? Ja, ik weet het niet. Ik heb gewoon liever de Beatles. Kom er niet dat is een heel gevecht bij ons. Zijn die ook weer terug? We waren in een heel serieuze gesprek. Kom jij met de kut Beatles? Nee, maar serieus. Ze gaat het nou altijd bij ons eigenlijk. Jij bent van de Rolling Stones. De Beatles vind ik eigenlijk wel leuker dan de Stones. Maar we hebben in de band een bassist, uiteraard. En die speelt in Undercover, een Rolling Stones band. Dus we hebben altijd wel een gevecht van de Beatles en de Stones. Maar goed. Maar de Animals, dat is dus. Je kan wel verwachten, je krijgt wel de sound van de 60s, krijg je ook die avond op vrijdag. En dan hebben we Fairport Convention, dat ken ik eerlijk gezegd vooral van naam. Ja, ik ook. Het is old school. Ja, volgens mij iets voor iets. Nou, dan bijvoorbeeld iemand als Flip Fire, zou je arrangement weet ik. En het is ook echt wel een naam en faam band. Maar weten jullie waarom? Is dat, want dat is. Het is natuurlijk ook gewoon een eind jaren 60 band. Maar het was geen top 40 hits hadden die. Dat is toch een beetje een alternatieve stroming. Hè? Ja. De folk ook geloof precies. Ik, als ik het zo. Ja. Zit er ook nog iets bij dat je hem ook zo bekeek. Dus we staan hier. Ja, kijk even mee, Michiel. Dus maar wat je net zegt over het geluid. Ik heb een drumstel uit 1964. Oude bekkers van rond die tijd om het geluid wel zoveel mogelijk te benaderen. Arjen en Toetseman heb een Philcordiaatje. Dat stond bij iedereen in de jaren 70. Ja, wat vertel eens over jullie band. Wie zit er daar precies in en hoe lang spelen jullie al? Arjen Broek. We zijn nu 3,5 jaar bezig geloof ik. Ja, iets van 3,5 jaar. Dat was het idee van Jules. Die wilde in de jaren 60 band. En ik heb vroeger ook in de jaren 60 band muziek gespeeld. Dus ik vond het ook altijd wel leuk. En toen heb ik Jules gezegd van god, ik doe mee. Arjen Broek op toets en zang. Dat is nu mijn buurman. Die speelt toets en zang en gitaar in. Jan Lange op bas. En Jules Petit. Die speelt gitaar en luchtgitaar. en ik drum erin. Dus maar we proberen zoveel mogelijk de authentieke sound te benaderen. Ook in geluiden. We hebben ook bijvoorbeeld Polygoon journaal sampletjes, dat je daar een soort iets grappigs ertussen door. Maar jullie spelen alleen covers? Of ook, alleen covers, ja. Ja. Alleen en covers. Als wij daar al half enthousiast, half tipsy in die zaal staan op zo'n zondagmiddag, en wij roepen wat, kunnen jullie dan ook zo spelen? Iedereen denkt natuurlijk dat als er een band op podium staat, een soort met van jukebox, je gooit er een biertje in en ze spelen wel. Dat is niet zo. Kijk, als het natuurlijk een heel bekend nummer is, zitten in ons repertoire uiteraard. We hebben gewoon een setlijst gemaakt en het begin van de set kan ik nu alvast wel verklappen. Dan spelen we een beetje de beatperiode. Dan was iedereen heel netjes in pak en heel netjes, want ik kwam natuurlijk net uit de rock'n'roll tijd. Tweede set, dat gaat meer richting de flauwe power op. Dus dan zijn we ook meer de hippie kant op en dan moet je denken aan nummers van The Doors, The Stones, CCR, dat soort werk. Dat was wat ruwer, ruiger, wat vager. Ja, dat zijn allemaal bands die ik gelukkig wel ken. Nou, kijk, daarom. Dus ik zou zeggen, er is eigenlijk voor iedereen wat wils. En ook al kom je niet uit die periode, of denk je van jaren 60 muziek,
als je bij ons gaat dan kijken, je bent gewoon gegarandeerd een leuke middagavond. En ja. Je herkent zeker heel veel nummers. Nou, dat komt helemaal goed. Het begint om 4 uur, is het 7 uur? Ja, het zal open 3:30 om, het zal open 3 uur, 3:30 voorprogramma. We hebben een voorprogrammetje nog. Dan starten wij van 4 uur. We zorgen ook nog voor een hapje eten. Oh joh. Dus je hoeft niet om zoals de meeste Middelburgers doen. En wat is de entree dan? 6 euro. Nou, en dan krijg je er ook nog eten bij? Nee, dat moet je zelf kopen. Oh, okay, en dan drankje moet je ook zelf kopen. Oh, bedoel, je hebt gewoon een leuke avond. Je kan gewoon blijven. Ja, blijf Zeeland, ja. Hè. Dus, nou, Jules, de druk maar. Ik heb gewoon echt zo'n hier zo in dit hele hal. Is voor Jan, hè, voor de bassist. Ja, maar je bent er die zondag wel gewoon bij, want je loopt maar weg. Ja, ik ben luchtgitaar hoor en ik. Of loop je dan af en toe ook gewoon van het podium af en gaat ook weer boeken zoeken? Ja, of gitaar is in hek. Of gaan allemaal door, hè. Nou, heren, we zien jullie dat weekend. Welke datum ook weer? 28 oktober. Half 4 gaan we beginnen. De dag na de nacht van de nacht. De dag na de nacht. Over nacht van nacht gesproken, we spelen de nacht dat van de nacht. Dat mag je niet zeggen. Daar hadden we het over gehad. Dat is nog even. Ja, nee, maar ook niet. Nee. Ik heb daar een hele drastische. Spelen in de stad. Nou, we zien jullie dat toch niet, dan horen we het wel. En we hebben een voorprogramma. Heb ik al gezegd? Ja, je bent er al aan. Maar wie zijn het? Dat heb je niet gezegd. Nee, dat gaan we ook niet zeggen. Oké. Okay. Dat is verrassing. Nee, goed verhaal jongens. Lekker kort, bedankt. Tot dan.